Daar zit hij weer. Oh, zijn camera, hè? Oké, even kijken of hij er nog kan hoor. Geef een seconde. Waza strijders van de ND Alliantie, ben ik. Welkom bij een nieuwe aflevering van YouTube Talk. Ik ga even mijn beeldscherm uitzetten, want jullie zijn mij nu als een soort van Thanos. En nu niet meer. Misschien is het wat donker, maar ik kan niet alles hebben. Voor de mensen die zich afvragen wie ik ben, hallo, ik ben Eric. Beheerder van dit kanaal, ND Alliance. Jullie hebben me al heel lang niet meer gezien. De laatste video die ik heb geüpload van YouTube Talk, of in ieder geval iets waarin je mijn gezicht hebt gezien, was volgens mij 2 maanden terug. Heeft een reden, ga ik zo uitleggen. Maar het is leuk om weer terug te zijn. Voor de mensen die mij niet kennen, ik ben Eric. Ik beheer ND Alliance. En deze serie is een serie waarin ik praat over dingen die gerelateerd zijn aan YouTube of aan het echte leven. In dit geval is het een video gerelateerd aan het echte leven. En daarom is het niet echt een YouTube talk, maar meer een random talk. Vandaar de serie YouTube / random talk. Zit in dezelfde playlist. Als je wil kijken wat ik eerder heb gemaakt in deze serie. Hij loopt sinds 2018 volgens mij. Je bent vrij op te klikken. Je weet het. Ik bedoel, YouTube is geen... Je bent niet gerestricted om iets van mijn kanaal te kijken. Waarom heb ik de afgelopen tijd zoveel gameplay video's gemaakt? Simpele reden. Voor de mensen die het niet wisten. Ik had vanaf februari tot en met vandaag. En dat is voor, even kijken, 24 juni. Had ik mijn stageperiode. Vandaag heb ik mijn presentatie gehad. En daarom heb ik nu eindelijk het moment waarop ik iets kan vertellen over mijn stageperiode. Ik heb het namelijk afgerond. Dank u, dank u, dank u. Anyway. En daarom wou ik eigenlijk ook deze video opnemen, want 1. Ik heb nu niks te doen. En 2. Ik heb nu niks te doen. En 3. Ik ben nu klaar met mijn stage. En 4. Ik heb op dit moment niks meer te doen voor school. Dus, without further ado, vandaag wil ik jullie wat vertellen over mijn stageperiode. Hoe heb ik het ervaren? Wat heb ik ervan geleerd? Wat zou ik jullie meegeven als je op je stage moet? En ja, wat andere... I don't know. Ik zal een aantal dingen van tevoren al zeggen. Ik ga niet zeggen waar ik stage heb gelopen. Want, en ik ga ook niet te veel vertellen over het stagebedrijf. Aangezien dit niet volledig privacy redenen zijn. Alleen meer vanuit het principe van ik wil daar nog werken. En als ik shit ga talken per ongeluk over het bedrijf. En ze komen op deze video ooit. Dan, je weet het, bedrijven houden niet zo van als je zo in het openbaar zo zegt. Pam, dit bedrijf is om deze redenen kut. Dan zou ik dat niet doen, want ik hou van mijn bedrijf. Ik heb oprecht heel genoten van mijn stage. Maar stel, ik zeg nou een keer iets wat niet helemaal lekker overkomt. Dan kunnen ze zeggen van, hey, die pik met die stage, hè? Ja, zullen we hem gewoon niet aannemen. Dus anyway, daarover hou ik slim en wijselijk mijn mond. Want ik heb zo een aantal dingen geleerd over de manier van communiceren. Dat ik daar soms nogal vrij raar in over kan komen. Of in ieder geval niet overkom zoals ik dat zou willen. Het is weer wat. Iets wat ik heb geleerd van mijn stage. Oké, laat ik ermee beginnen. Ik studeer Finance & Control, zoals jullie misschien wel weten. Van een van mijn eerdere video's, mijn random talks. En daarom moest ik een stagebedrijf zoeken in de economische sector. Vrijwel elk bedrijf heeft iets te maken met de economie, dus dat is aan zich niet zo moeilijk. Alleen, deze aap die heeft 8 keer gesolliciteerd en heeft 8 keer gewoon geen sollicitatieplek gekregen. Uiteindelijk was er een bedrijf dat mij dus aan wou nemen en mij de kans gaf om te laten zien dat ik daadwerkelijk een goede student was. Of ik een goede student ben en een goede stagiair kan zijn. Het is voornamelijk uit mijn docent gekomen. Die zei van, hey Eric, ik heb nog wel een bedrijf voor je. Zal ik gewoon een balletje opgooien? En zij hebben mij gewoon de kans gegeven om te laten zien dat ik iets kan. Eigenlijk. Dus daarvoor heel veel dank. Ik heb heel veel geleerd bij jullie bedrijf. En dat heb ik vandaag ook gezegd na mijn presentatie. Dus ik heb heel veel geleerd. Ik heb veel verschillende dingen gezien. Het is een heel dynamisch bedrijf. En ik hoop dat ik in de toekomst de kans krijg om een afstudeerstage ook bij jullie te doen. Dus mocht je deze video zien, nogmaals bedankt. Of iemand van mijn bedrijf, van mijn collega's. Iedereen was heel ondersteunend en aardig. Dus ik ben eigenlijk vrijwel altijd gewoon goed geholpen door eigenlijk de meeste van mijn collega's.
En daar ben ik nogmaals heel erg dankbaar voor. Maar het solliciteren aan zich was al lastig. Het is namelijk... in vergelijking met de meeste Finance and Control studenten ben ik heel anders. Ik ben vrij expressief. En veel van mijn medestudenten zijn meer zeg maar introvert. En ik ben vrij kritisch. En heel veel van mijn studenten die hebben dat ook niet. Dus als iets mij niet aanstaat, dan ben ik meestal de persoon die dat gewoon zegt. En dat is dus ook een reden waarom ik soms wat over kan komen. Alsof ik iets heel gemeens zeg, maar dat bedoel ik dan niet. Alleen ik kan het niet goed onder woorden brengen. Dat kan afschrikken, dat heb ik dus ook gemerkt. En ook de manier waarop ik mij kleed. Zoals ik al zei, ik zit nu in een t-shirt, dan draag ik normaal gesproken ook een polo en een spijkerbroek. Maar dat is natuurlijk ook niet helemaal binnen een economische sector helemaal de gewenste kleding. Dus dat zijn een aantal dingen die kunnen afschrikken. Dus voor mij was het heel lastig om een sidesplek te vinden. Laat ik daar maar gelijk een eerste tip over geven. Kleed je netjes. Maar ik ben van mening, kleed je netjes, maar hou je kledingstijl relatief gelijk aan hoe je jezelf normaal gesproken zou kleden. Dat is mijn mening. Daar ging ik de mist in. Het is beter om je gewoon professioneel te kleden. En dat hangt ook een beetje af van het bedrijf. Er zit een cultuurwisseling in tegenwoordig. Op sommige bedrijven is het meer geaccepteerd om normale kleding te dragen dan op andere bedrijven. Zeker op accountantskantoren is het heel gebruikelijk om juist je jasje te dragen nog altijd. En dat had ik helemaal verkeerd ingeschat blijkbaar. Het is handig om jezelf beter eerst representatief te kleden en dan vervolgens jezelf normaal te kleden. Het straalt een bepaalde professionaliteit uit. En ik ben van mening dat een van de minst belangrijke dingen is voor een sollicitant representatief kleden. Ik ben van mening dat je het moet zoeken achter de persoon. Maar dat is mijn mening en ik ben duidelijk geen bedrijfspersoon. In ieder geval geen ondernemer die kijkt naar sollicitanten. Ik zit ook niet bij de HR. Dus dat is totaal niks voor mij. Maar dat is blijkbaar heel belangrijk. En dat heb ik onderschat. Anyway, uiteindelijk ben ik daar terecht gekomen. En de eerste 10 weken zijn mijn begeleider van: jij bent vrij stil, rustig. En dat is een bepaalde manier van denken die ik mezelf heb voorgenomen om daarmee te beginnen. Dat zou ik jullie mee willen geven. Groot voordeel. Ik heb de eerste 10 weken mezelf heel passief opgesteld. Ik heb zoiets gehad van: ik kom hier in het bedrijf binnen, ik weet helemaal niks. Iedereen die hier zit weet meer dan ik. Luister goed naar de mensen. Op basis daarvan leer hoe het proces nu loopt. En als je eenmaal de kans krijgt om te verbeteren, dan weet je ongeveer waar je het kan zoeken. Als je dat niet weet, zijn mensen bereid om het je uit te leggen. Want je hebt altijd goed geluisterd. Dus je weet wel een beetje hoe het zit. Ze kunnen zien: oké, die gast heeft geluisterd, we willen hem meer uitleggen. De mentaliteit van altijd eerst luisteren en dan pas je mening geven zorgt ervoor dat mensen meer bereid zijn, heb ik geleerd, om je iets uit te leggen en om je dingen te leren. Dat is heel belangrijk geweest uiteindelijk, want dat heeft er wel voor gezorgd dat mensen blijkbaar tevreden waren met mij en met mijn werk. Ik heb altijd mijn best gedaan om dus zo goed mogelijk te luisteren en dingen aan te passen op basis van de feedback van mijn medewerkers en mijn collega's. En dat heeft ertoe geleid dat heel veel mensen zien dat ik zorgvuldig heb gewerkt, dat ik heb geluisterd, dat ik vrij specifieke aanbevelingen heb kunnen doen voor processen. Zelfs een hele proces heb op kunnen stellen en een standaard proces heb op kunnen zetten voor een opdracht die ik heb gekregen. Dat is goed bevallen. Want blijkbaar is het zo goed bevallen dat ik stage wil. Of dat ik voor mijn stage nu om mag zetten in vakantiewerk. Dus dat is een heel belangrijk ding geweest. Wat ik eigenlijk wil meegeven. Van, hou dat in de gaten. Je komt daar binnen. Je weet in principe niks. Je hebt de hele wereld niet in je hoofd zitten. Je weet niet precies wat er gebeurt. En wees je daar bewust van. En dat kan iedereen. Dat zei ze ook vandaag in mijn beoordeling van: ik heb een wat dat betreft redelijke vorm van zelfreflectie, dus ik kan dat zien. Ik ben daar ook mee bezig om mezelf te verbeteren van:
Wat heb ik gedaan? Wat is het effect? Wat zou ik de volgende keer meenemen? En wat zou ik de volgende keer anders doen? En daar zijn ze over het algemeen ook al over te spreken. Want niet iedereen heeft die skill. Om te reflecteren. Ik zet even een lampje hoor. Zo. Om te reflecteren op wat zij hebben gedaan. En hoe ze dingen hebben aangepakt. En waarom ze het niet goed hebben aangepakt. Of wel. En wat ze de volgende keer meenemen. Of misschien wel niet. Dus dat zijn skills die vaak. Die vaak ook op prijs gesteld worden. Verder. Probeer iets mee te brengen wat. Andere studenten, wat jou onderscheidt van andere studenten. Voor mij heb ik geleerd is dat het analytisch vermogen wat ik heb en dat ik mezelf vrij professioneel op kan stellen. Ook al ben ik niet zo gekleed en ben ik in mijn omgang niet zo. Ik ben vrij onprofessioneel in mijn omgang, vrij onprofessioneel in mijn kleding. Maar ik ben vrij professioneel in mijn, zoals ik al zei, zelfreflectie, maar ook in mijn analytische denkvermogen. Ik kan vrij makkelijk verbanden leggen, hoe kijken naar wat ik moet doen om mijn proces te verbeteren. En dat is een heel belangrijk iets ook voor een stagedocent. Als jij weet of denkt te weten van, hey, dit is mijn sterke punt, richt je daarop. Want je kan daarin ook, met jouw sterke punt kan je natuurlijk iets leveren voor een bedrijf. Wat van meerwaarde is voor het bedrijf. En uiteindelijk is het natuurlijk ook de bedoeling om je mindere punten te verbeteren. Alleen, wees je bewust van je sterke punten. Presenteer je eerst met je sterke punten en vervolgens kan je laten zien van, hey, ik ben hier minder goed in. Voor mij is dat bijvoorbeeld bellen. Ik ben niet goed in bellen. Ik heb daar gewoon de drive niet voor. Ik vind het heel moeilijk om het initiatief te nemen om te gaan bellen. En dat is iets waar ik aan heb gewerkt. Maar het is nog steeds niet mijn favoriete ding. Dus ik heb die mogelijkheid wel aangeboden gekregen om daar aan te werken. En ik heb dat ook een klein beetje gedaan. Maar uiteindelijk weet ik, mijn sterke punt ligt niet daar. Een ander heel belangrijk iets is, en dat wordt misschien toch ook nog onderschat, of iedereen zegt dat ze het kunnen of doen, maar vaak gebeurt dat niet. Blijf altijd eerlijk. Als jij op een gegeven moment werk hebt gekregen en je vindt het niet leuk, dan kan je altijd aangeven, luister, ik heb het nu geprobeerd. Ik ben erachter gekomen dat het toch niet helemaal is wat ik zocht. Heb je misschien wat anders voor mij? Heb je werk tekort? Zeg tegen je begeleider, oké. Ik ben nu klaar met mijn opdracht. Heb je misschien nog wat anders? Want ik heb anders gewoon een week lang niks te doen. Vaak zijn bedrijven er blij mee als je eerlijk bent. Als een bedrijf er niet blij is met dat je eerlijk bent, dan is het misschien beter om de volgende keer een ander bedrijf te zoeken. Want eerlijkheid is uiteindelijk het belangrijkste. Je moet ook niet zeggen van deze stageplek is geweldig als je dat niet vindt. Dat zien ze uiteindelijk ook wel terug. Liegen is nooit slim. En dingen verzwijgen is ook nooit slim. Als ze aan het einde van je stage ze zeggen van, zou je misschien de volgende keer hier weer willen solliciteren? Zou je wat anders zoeken? Is het misschien helemaal niet wat? En je vindt het niks, zeg dan gewoon, ja, ik heb er hier veel geleerd. Alleen, het past niet bij mij. Bij mij is dat toevallig juist wel gewoon goed gekomen. Want ik kwam een bedrijf tegen waar heel veel te leren is. En dat is iets waar ik dus achter ben gekomen voor mij. Wat ik heel belangrijk vind. Ik wil van heel veel dingen kennis opdoen. En wat dat betreft heb ik mijn bedrijf gewoon perfect getroffen. Want er zijn zoveel verschillende dingen. Het is een heel dynamisch bedrijf. Zoveel verschillende dingen die je kan doen. Er is altijd wel iets wat je op kan pakken. En er zijn heel veel dingen die niet efficiënt lopen. En dat betekent dat er ook altijd dingen zijn om te verbeteren. Ideaal. Je moet ook kijken naar wat wil ik in mijn bedrijf uiteraard. Verdiep jezelf voordat je gaat solliciteren bij een bedrijf heel goed in wat wil ik. In mijn geval was dat net weer wat anders. Ik kon namelijk geen bedrijf vinden. Maar je zorgt ervoor dat je goed voorbereid bent voordat je gaat solliciteren. En uiteindelijk als je in de eerste 4-5 pogingen natuurlijk geen bedrijf krijgt. Dan is het volgende doel, haal een bedrijf. Zodat je je studiepunten kan halen. Als je studiepunten hebt, kan je door naar het volgend jaar. En in het afstudeerjaar kan je ook weer een poging doen tot afstudeerstage. Dus ja. Zo zie je, het is een heleboel waar je over na moet denken, maar voornamelijk het passief opstellen en het altijd eerlijk zijn denk ik wel de belangrijkste dingen die ik heb meegenomen. Nog een ander ding, binnen een bedrijf is de communicatie per definitie slecht. Als je een bedrijf hebt waarbij de communicatie goed loopt, waar de fuck ben jij beland? Want normaal gesproken gebeurt dat niet. Communicatie is een van de waardeloze dingen binnen een bedrijf. Ding gaat het altijd fout. Er zijn mensen die beantwoorden hun mail niet. Er zijn mensen die beantwoorden hun mail pas 2 maanden later nadat je het nodig hebt. Terwijl je er ondertussen achter bent gekomen dat je het al hebt uitgezocht.
Dat is iets. Verwacht niet dat je snel reactie krijgt. Als je iets wilt doen, regel het liever zo snel mogelijk dan te laat. Want als je te laat doet, krijg je je reactie nooit op tijd. Nooit. Als je denkt, doe het een week of binnen een week heb ik reactie, gebeurt vaak niet. Ga ervan uit dat je een maand nodig hebt. Als je iets nodig hebt, gelijk mailen. Als je het binnen een week nodig hebt en na een week heb je geen mail, gelijk bellen. Neemt die persoon niet op, ga naar je begeleider. Zoek het uit, maar doe iets. Laat zien dat je erachteraan zit. Dat het niet jouw fout is. Of niet jouw fout kan zijn. Nogmaals, wees altijd eerlijk. Geef aan van, hey, ik probeer deze persoon te bereiken. Ik krijg hem niet te pakken. Ik heb hem gebeld. Ik krijg hem niet te pakken. Wees daarin altijd eerlijk. Je moet ook door. Je hebt een stage, ik heb een stageperiode van 20 weken. Uiteindelijk is je stageperiode voorbij. Je wil binnen die stageperiode zoveel mogelijk doen. Mensen die niet reageren op mails houden dat tegen. Dat is vervelend. Zorg er dan voor dat je iets anders kan doen in de tussentijd. Probeer je tijd efficiënt te benutten, want je leert superveel van een stage. Je leert superveel binnen een bedrijf. Je leert veel van hoe een bedrijf in elkaar steekt, wat een bedrijf motiveert. Je leert binnen de cultuur. Je leert het sociale aspect van een bedrijf. Je leert een beetje het politieke spelletje binnen een bedrijf. Je leert heel erg veel. Neem die mogelijkheid gewoon met beide handen aan. Leer er alles van wat je kan. En oriënteer je daarmee op een bedrijf waar je later wil gaan werken. Meer dan dat kan ik niet zeggen. Ik vond het echt geweldig. Een stage is super leerzaam. En ik raad jullie dan ook aan om daar gewoon echt vol gebruik van te maken. Als je die kans krijgt. Meer dan dat kan ik eigenlijk niet zeggen. Ik denk dat ik zo wel een beetje de belangrijkste punten heb benoemd van mijn stage. Zonder te veel in detail te treden. Voor het, tenminste binnen het bedrijf. Ik denk dat dat wel de hoofdpunten zijn voor mijn stage. Dus mensen, ik bedank je voor het kijken van deze aflevering. Ik ben blij dat ik geslaagd ben voor dit jaar. En dat ik volgend jaar af kan studeren, hopelijk. Vond je deze video leuk? Like, abonneer, reageer, deel het met je vrienden. Hoop je de volgende keer weer terug te zien bij een nieuwe aflevering van Random Talk. See ya!